Dit goud is op zijn land geweest met paarden om te ploegen. Het tikte aan de emmerhengsels, het zaaide stof op melk en zand. Je hebt zijn handen nog gezien, het goud was toen al weggenomen. Een margarinedoos op zolder, daar zit het boek in dat je erfde, met aan het eind van hoofdstuk 2 een ongebruikte koffiefilter, leeswijzer tussen wonderen. Je ziet haar aan de keukentafel, de afwas is gedaan. Ze draagt de zware leesbril van je vader. Haar ogen zijn al dicht. Haar hoofd zakt diep naar voren, met schokjes. Je ziet haar bij de wasbak staan, het hoofd gebogen naar de lamp. Het is een vroege zondagmorgen. Zij trekt insectenpootjes uit die zich naar buiten duwden, zwart. Ze landen op het porselein of tussen haarlak, pillen, zalf. Na 25 jaar kreeg zij een nieuw servies met korenaren. Het oude pakte zij in kranten, voor jou. Een tas vol breekbaarheid tussen je voeten in de bus. Je neemt zo'n bordje uit de kast en smeert een boterham. Zet koffie, drinkt uit een kopje dat van haar is. Ze schenkt je ooms en tantes bij, loopt naar de keuken, vult de schalen. Het kostte bijna 1000 gulden, het 25-jarig feest. Dit is de nota, handgeschreven. De moezel en de brandewijn, je ziet een legioen van tantes. De 180 liter bier, dat zijn je ooms die bolknaks roken en 20 pakjes sigaretten. Een zwarte beurs, 3 vakjes, leeg. Drukknoopje, bovenop wat roest, beginnend scheurtje in het leer. Misschien waar hij zijn nagel zette voor tegendruk, wanneer de prijs van het verbaasde paard of kalf met handenklap was vastgesteld en borrels en sigaren wachten. Inkomsten links, melk, eieren. Uitgaven rechts, verzekering, tuinzaad, cement en hoefbeslag. En als een maandelijks refrein, fles butagas, 8,15 gulden. De schakels kruipen bij elkaar en zetten soms een haartje klem dat losschiet als je het horloge wilt afdoen en naar voren schuift. Je moeder trekt veel haartjes uit zijn pols. Ze vallen op de grond wanneer de schakels wijken voor zijn hand. Zijn kleine sporen op de vloer nu hij in slaap gevallen is. Zijn adem wegdrijft in de kamer en jij hem nauwelijks nog kent. De namen van zijn kinderen, datum, tijdstip, dag van de week. Zijn samenvatting van geluk voor ziekenfonds, gemeente, kerk. Alsof het nog voorlopig was, boekte hij ons met potlood in. Daar sta je, 4 uur, zondagmiddag. Dit is het donker waar een vuur niet laait en waar een dief niet zoekt. Je vindt zijn paspoort. Zijn gezicht staat nauwelijks nog op de foto, of iemand met een schoonmaakmiddel het zwart tot wit terug wou poetsen. Het stippenlijntje met zijn naam, de lege visapagina's, de geldigheid tot na zijn dood voor alle landen van de wereld.